jongens, welkom bij de allereerste GamersNet Gear van 2016. Yay! Je had de kop af een jaar bezig, Tom. Ja, nee, lekker. Al een jaar GamersNet Gear. En ja. Wat voor een jubileumaflevering is het ook. Ach, echt hè. We hebben de meest skere partij gevonden die er bestaat. Sjakoen. En ik zal je vertellen hoe het ging. Wij stonden gewoon op hun mailinglijst. Oh, okay. En normaal reageer ik niet op persmails. Dat is gewoon kijken wat voor nieuws binnenkomt. Maar ik dacht, nu we toch met Gear bezig zijn, ik ga eens proactief zijn. Dat is Tom ook eens trots op me. Ja. En ik heb ze gemaild en dat was een Duits bedrijf. Is het? Ja, en ze hadden volgens mij ook niet... Stuurde alles op wat ze hadden. Ze zijn gelijk helemaal blij dat die me mailde. Oh, leuk. En waar woon je dan? Ja, nee, dan sturen we wel van alles op. Geef het weg, alsjeblieft. Alsjeblieft een goed punt. Dit is een prijsvechter op het gebied van gaming accessoires. Het is, het meest budgetaire toetsenbord bedoeld voor de gamer wat je kan bedenken. Want de laatste keer dat wij een toetsenbord hadden in Gamers Gear was het een Rockat van 170 euro. Bam. 100 fucking 70 euro. Gewoon ook Duitsers. Ja, ook door de Duitsers. Maar die zitten wat meer toprange. En Sharkoon heeft zoiets van, wij spelen lekker laag in. Dus dit, de Shark Zone K20, de K20, die kun je gewoon scoren voor... Ja, zeg 32 ekkies of zo. 32 euro, schoon aan de haak. En dan, inderdaad, schoon aan de haak. En dan heb je dus wel een soort gamer toetsenbord, maar dan wel zo goedkoop als maar kan zijn eigenlijk. Ja, maar echt. Ja, maar dat is meestal, zijn tegenwoordig de, al die partijen die in de games gaan, die denken, oh, die games hebben net money, terwijl PC games hebben helemaal niet zoveel geld als waar ze gewoon console gamen. Maar... Nee, maar de games zijn goedkoper. De games zijn goedkoper, maar een PC is natuurlijk duurder. Het is dus... ook een grapje, haat. Ja. Maar de meeste van die boeren die gaan allemaal in het hoge segment zitten. Maar zij zijn heel slim, want zij denken... We gaan het lage segment zitten. Ja, we gaan skeer. Maar ja, dat is op zich... Dat kan. Ja, skeer. Zo ging de vergadering ook. Ze hadden zo'n grote PowerPoint en de volgende slide was skeer. Weet je wel, van jongens, dit is onze nieuwe tactiek, skeer. Nou ja, mocht je dus een skeere gamer zijn op zoek naar een skeer toetsenbord... Nee, maar het is niet skeer qua hoe het is. Jij zit net de hele tijd te verkondigen dat dit de ultieme skeerheid is. En als ik het zeg, is het niet goed meer. Het merk, ja, maar dat maakt er geen interactie. Oké, interactie. Maar het merk bedoel ik is, positioneert zich skeer... Ja. Maar wat krijgen we ervoor terug? Nou ja, 32 euro. Je krijgt wel een gamer toetsenbord, maar er zit natuurlijk één groot ding aan. Het is een gamer toetsenbord, maar het is geen mechanisch toetsenbord. Het ziet er een beetje uit alsof het is heel robuust en het lijkt een beetje alsof het probeert in te spelen op kijk hoe mechanisch het is. Maar het zijn gewoon rubberen dome switches, zoals we die kennen van de oude toetsenborden. Die kun je natuurlijk wel vervangen heel gemakkelijk, omdat het design heel robuust en simplistisch is. Maar ja, het is dan verder wel bedoeld voor de gamer, dus je krijgt ook, weet je wel, illuminated keys. Dan ook nog met drie kleurtjes, rood, wit, blauw en iets met pulseren. Ja. En wat ik persoonlijk ook wel relaxed vond, is dat er dus ook geen driver voor benodigd is. Dus het is echt gewoon, het is echt zoiets lekker simpels, plug je erin, je kunt die kleurtjes een beetje aanpassen. Verder is het niet te veel poespas, werkt gewoon. Maar dat hele niet-mechanisch toetsenbord, jij was hier laatste, wilde jij maar geen mechanisch toetsenbord meer, dan was je er vanaf. Maar toch? Nou, om te gamen vind ik een mechanisch toetsenbord wel fijn. Maar om te typen zijn de meeste mechanische switches niet echt... Ja, ik ben mijn huisgenoot wakker aan het maken. En ja, met de streamen is het ook heel rottig dat iedereen op de stream dan hoort hoe hard jij loopt te rikken tikken. Maar het is wel dus een soort hybride. Want het is wel, het is niet mechanisch, maar het typt wel lekker. Ja, het typt gewoon zoals een ouderwets toetsenbord. Maar omdat ze die toetsen zo'n beetje toch iets anders gepositioneerd hebben en los. En het zijn wel losse rubberen domes en zo. Dus het typt wel precies. Je krijgt wel een fijne feedback, maar het is verder niet dat je zegt van nou mechanisch. Dus je hebt ook niet die dikke klik. Ook iets minder precisie natuurlijk dan als je voor een mechanisch toetsenbord gaat. Want dat zijn uiteindelijk voor games wel de meest precieze switches die je kunt bedenken. Ik vind het design grappig, want het is eigenlijk een ijzeren plaat. Dat hebben ze hebben een ijzeren plaat gepakt. Ja. Hij is ook koud. Hij is ook niet heel warm worden. Ja, nou, het is wel ding. Hij mag tot maximaal 50 graden, las ik. Dus dus daar moet je mee oppassen in de zomer. In de zon. Ja. Want dan wordt het gloeiheet waarschijnlijk, want als hij in de zon Het is zwart metaal, dus als je dit in de zon laat liggen, dan... Het is eigenlijk een metalen plaat. En daar hebben ze die keys op gezet. Ja, dat is echt heel grappig. En dat geeft een beetje dat idee dat het dus wel mechanisch is, terwijl het dus gewoon rubberen switches zijn. Maar ja, als je daarna op zoek bent, dan kan dat ook prima werken. Dus dan kun je daar ook mee tekeer gaan. Ik vond het persoonlijk absoluut niet verkeerd eruit zien en ook niet verkeerd typen. Al vind ik het wel raar dat de illuminated colors zijn dan rood, wit, blauw. Maar de snoer is een soort van... Sharkoon is voor een geel... Alles is geel. Ja, een geel... Waarom is er dan geen gele toetsenbordverlichting? Dat vind ik zo raar. Geel is hun voerkleur, dus je krijgt gele kabeltjes bij vrijwel alle Sharkoon gamergear. Maar... En dan... Nou ga jij uit van een soort vooropgezet plan
met onze huiskleur is geel. Dus dan gaan we ook, ja, nee. Maar het antwoord is, wij hebben voor weinig heel veel gele snoer op de kop kunnen tikken, waardoor we zo goed komen. Maar waarschijnlijk is dat het antwoord. Dat zou best wel eens kunnen. Dus, en die Illuminated Keys is waarschijnlijk van, ja, wat kan iemand hier in deze kelder maken? Nou, ja. die had rood, wit, blauw. Nou, ja, daar moet ik trouwens ook nog wel even op aanhaken. Ik vind dat het is vrij zwakke keyboardverlichting. Jazeker. Dat is echt pikdonker zijn. Het moet pikdonker zijn. Ik denk dat als jij jouw beeldscherm al iets meer dan 80% van de helderheid instelt, dat je gewoon niet al meer ziet dat je toetsenbord verlicht is. Nee. Want het is gewoon... Dat is waar. Het is goed, heel zwak. Wat wil je voor 32 euro? Voor 32 euro, of minder als je hem ergens op de kop kan tikken in aanbieding. Wij gebruiken hem op GLHQ ook echt. Hij staat bij de stream-pc. En ik vind het serieus... Echt best wel goed typen. Ja. Ik heb nergens last van. Het werkt gewoon goed. Het is robuust, want het is gewoon een ijzeren plaat. Dus het is hartstikke zwaar. Ja. En ik vind het wel Nou ja, zwaar. Het is vrij licht, maar je kunt het niet snel kapot krijgen. Dat is natuurlijk een ding. Ik vind het best zwaar. Ja, het voelt wel heel degelijk aan. En ook het typen, ja, het zijn gewoon rubberen dome switches. Daar is ook niks mis mee als je gewoon een artikeltje moet typen. Het is alleen dat als je echt die pro-gamer kant op wil, dan moet je natuurlijk voor mechanische switches gaan. Je gaat ook geen Jacoon kopen. Nee, precies. Dan ga je lekker voor je eigen dure merk met cherry switches. Maar als jij 12 bent en jij vindt speelgoeddrones ook professionele drones, dan is dit een hartstikke goede keyboard. Dit is een pro-gamer toetsenbord voor iedereen onder de 13. Dus je... Als je niet meer dan 30 euro hebt. Nee, precies. Als je gewoon een goedkoop, degelijk toetsenbord wat enigszins geschikt is voor de gamer wil, dan moet je deze kant op gaan. Laat die mechanische switches lekker achterwege. Je kunt hier ook prima op tekeer gaan. Ja, er zitten een paar kleine nadelen aan. En qua design denk je dan van, ja, dat is misschien niet allemaal even goed over nagedacht. Maar het is wel een degelijk toetsenbord verder voor 32 euro. Mooi. Kun je niet omheen. Mooi. Mooi. Weet je dat, ik probeer er elke keer van af te komen van dat. Van die drone-video. Die zijn er echt om gehaat bij de kinderen. Yo, YouTubers, wat up? Ja, het is wel speelgoed van het jaar. Ja, maar jullie kunnen er gewoon niet mee vliegen. Ja. Piep, Mongolen. Ja. Dat is piep, piep trouwens. Maar we komen er niet vanaf. Er blijft op gereageerd worden ook. Nee, iedereen haat jullie ons. Hebben het wel tegen het speelgoed van het jaar. Terwijl denk je, ja, het speelgoed van het jaar is ook gewoon betaald. Hoor. Ja, Bas Smit even. Ja, precies. Wat willen we het best verkopen dit jaar? Ja, die drone is gewoon keigoed. En al die knopjes die erop zitten die je niet kunt bewegen, dat is gewoon cool. Dat is gewoon cool? Ja. Dat zei niemand. Nee, dat zei niemand. Niemand kwam over onze nadelen aan. Iedereen kwam alleen maar zo van, ja, jullie kunnen het gewoon niet. Ja, hij was gewoon niet goed opgeladen. Ja, dan komt omdat het ding ook niet goed op te laden was. Wij hebben hier echt een eigen drone die gewoon iets duurder is, maar ook niet heel veel. Maar goed, misschien moeten we er een aparte video van maken. Tom en Peter klagen over de kijkers. Ja. Hey, fuck jullie! Fuck jullie! Serieus, ga gewoon weg! Allemaal lopen disliken, rot op dan! Ga gewoon weg. Kaulo kijkers. Is dat Kylo? Kylo Ren? Geen